De Belgische maakindustrie vindt hier vandaag meer dan 140 exposanten in design, materialen en elektronica. Zij kunnen naar meer dan 50 tech-pioniers komen luisteren in inspirerende sessies. En daarnaast zijn er nog talrijke demos in 3D-printing, AI, VR, AR en ga zo maar verder. Antwerpen heeft echt wel vanuit het verleden altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op innovatieve bedrijven. En te zien dat dat op dit ogenblik nog altijd zo is en hopelijk in de toekomst nog veel meer zal zijn, is gewoon geweldig, is echt super. Hoe belangrijk is innovatie voor Antwerpen? Innovatie is niet alleen voor Antwerpen belangrijk, maar ik denk voor iedereen belangrijk. Met heel wat uitdagingen is het natuurlijk essentieel dat we meegolven op innovatie, dat we nadenken over duurzaamheid, over circulaire economie, over digitalisering, ook over health, onze leefbaarheid in de stad, mobiliteit. Maar innovatie in het dagelijkse leven, van uw damkap tot de kledij die je aandoet, tot de opvolging van uw medische situatie, tot in de kleinste dingen en uw beleving van uw leven, is gewoon essentieel.